Dag Stefan en Nick. Wat vonden jullie van de match van vandaag? Ik denk dat het niet zo goed was. Ja, het was niet zo goed. Dat is genoeg. Nick? Oh ja, want ik wil hem hebben. Hoor. Kun je nog iets mee vertellen? Want Nick is nog even aan het eten. Ik denk dat die penalty een heel belangrijk moment in de match was. Of dat er een was of niet, dat weet ik niet eigenlijk. Maar we hadden meer moeten voetballen vooral. En dan hadden we wel gewonnen. Nick, wat vond jij van de match? Oh, een slechte match. We hebben het zelf het einde gegeven. We hebben niet echt te voetbald, slechte passen constant. Als er niemand ligt, ligt er onszelf. Dus, was het eigenlijk een penalty volgens jou? Beschrijf de fout. Voor wat ik gezien heb. Dus die aanvaller die gaat door op een botsende bal. Ja. En de David en de Kenneth? Of de bel? Ja, dat is de Kenneth denk ik. Kenneth? Ja. Die gaan er samen naartoe en die kerel, ik weet niet of dat hij nog getikt heeft voor beide keeper of niet. Maar ik zal het zo zeggen, als hij hem heeft getikt, dan is het penalty voor mij. Maar als hij die bal niet meer heeft gerokt, dan is dat volgens mij geen penalty. Maar ik weet niet of dat hij die nog heeft gerokt. Was het volgens u penalty of? Wow, volgens mij niet. Oh ja, wat ik heb gezien, denk het gewoon niet. Dat is ja, een duel met een verdediger, een aanvaller en een keeper. En ja, dat is normaal dat een aanvaller dan rap mogelijk de grond gaat zoeken. Hè. En ik denk dat het nou echt geen penalty was. De eerste helft was eigenlijk vrij zwak. Waarom lag dat was, denk je toch? Ik denk vooral weer lange ballen. Dat is toch wel al één ding dat er echt wel uit moet. Want echt, je ziet in het midden zie je echt geen en één bal hè, op heel de helft. En dat zijn dingen die niet mogen, vind ik. Dan duels is toch wel zeker niet heel belangrijk. Dat we te veel verloren hebben. En voor de rest ook. Denk, met voetballen en duels komt er wel. Zo, maar als ze dat alle twee niet heeft, ja. Waarom lang het volgens u niet? Ja, te weinig voetbal, lijkt het de Stefan zegt. Veel meer korte pas moeten gezocht worden. En ja, dat zat er echt niet in vandaag. En het draaide gewoon niet goed op middenveld. En als het nou niet goed draait, dan kan je het vergeten. Oké, bedankt Stefan en Nick. En veel succes.